Het Heritage Kids Event heeft in het weekend een tweedaagse Heritage Kids Infobeurs georganiseerd. De organisatie deed dit in het kader van de Internationale Dag van het Kind, zaterdag 1 juni. Volgens Carlo Indersen, bestuurslid van Heritage Kids Events, kijkt de organisatie tevreden terug op het afgelopen weekend. Volgens hem is de missie van de organisatie om innovatieve kinderevenementen binnen Suriname te organiseren goed tot zijn uiting gekomen. We mogen niet ontevreden zijn. We hebben de doelstelling eigenlijk grotendeels wel kunnen verwezenlijken. Onze hoofddoelstelling was eigenlijk om de informatie welke we bij ouders, verzorgers en andere belanghebbenden die dagelijks met kinderen te maken hebben, dat eigenlijk hier goed gepromoot wordt. En dat is grotendeels gelukt. We hadden een bezoekersaantal van 4.500 man verwacht. Uiteindelijk is in praktijk meer dan 6.000 man gekomen. Dus we kijken echt heel erg tevreden terug. Indersen zegt verder dat de organisatie het evenement volgend jaar iets groter wil doen. Het succes van de Heritage Kids Infobeurs hangt volgens hem niet alleen af van de organisatie, maar ook van bedrijven en andere instanties die hun deskundigheid verlenen. Indersen legt uit waarom 1 juni Internationale Dag van het Kind zo belangrijk is. Op die dag staat eigenlijk het kind centraal. Wij hebben duidelijk vastgesteld dat het een heel ander teken moet zijn dan bijvoorbeeld Kinderdag, waarbij het eigenlijk gewoon een festijn wordt voor het kind. Internationale Dag van het Kind hebben we gekozen omdat op die dag eigenlijk de elementen die heel erg belangrijk zijn voor ontwikkeling van kinderen, dat die eigenlijk aan het licht moeten komen. Als u de stands hebt gezien, zult u zien dat er een variëteit is geweest van onderwerpen. Gezondheid, educatie, ICT, opvang, noem maar op. En dat is op die dag belicht. En hoeveel bedrijven en organisaties hebben zo al meegedaan aan deze Heritage Festival? We hebben 80 exposanten gehad, dus 60 in de binnenhal en we hebben in de open buitenhal expliciet sportorganisaties gefaciliteerd. Omdat sport een belangrijk element is in de ontwikkeling van kinderen. Dus in de open buitenhal hadden we 20 sportorganisaties. Volgend jaar hopen we er meer te faciliteren. En de overige organisaties, 60 stuks, bestond uit een variëteit van verschillende disciplines. Tot zover Carlo Indersen, bestuurslid van de Heritage Kids Events. Organisator van de tweedaagse Heritage Kids Infobeurs, die gehouden is op het KKF-beursterrein.